Goedemiddag allemaal. Mijn naam is Alexander de Roo. Ik ben voorzitter van de vereniging Basisinkomen. Goed dat jullie er allemaal zijn. Ik wil Hilde naar het woord vragen, de twee Kamerleden die aanwezig zijn. En Emiel ook, want we hebben één vervelend bericht. Hulja Kat kon niet komen, maar Emiel Althuis is ook bereid namens D66 het woord te voeren. Zodat we wel de drie progressieve partijen die al dan niet een stempelsakkoord gaan sluiten over basisinkomen en bestaanszekerheid aan het woord kunnen. Hilde, jij hebt het woord. Ja, gevestigde partijen. Het gaat niet zo goed met Nederlands. De mensen hebben geen vertrouwen meer in politici. Nog nooit zo laag geweest, 20%. Terwijl de mensen wel vertrouwen hebben in elkaar. En dus 40 à 50% is voor een onvoorwaardelijk basisinkomen. En dat betekent dat mensen eigenlijk het gevoel, althans zo leg ik het uit, dat ze meer vertrouwen hebben in de mensen om de grote problemen op te lossen dan in jullie. Dus waar zijn jullie eigenlijk bang voor? Dat wil ik eigenlijk graag als eerste horen. Waarom lukt het maar niet om de mensen echt voldoende middelen in handen te geven om zichzelf te organiseren en bijvoorbeeld grote vraagstukken als klimaat aan te pakken van onderaf? Ja, ik stel je ook even voor trouwens. Ja, precies. Hi, ik ben Barbara Katman. Ik zit in de Tweede Kamer voor GroenLinks, Partij van de Arbeid. Ben 45 jaar, Rotterdammer, moeder en ik denk ook mens. Dus als het over mensen gaat, ik ben er ook één. Ik ben juist de politiek ingegaan omdat ik het eigenlijk ook niet meer vertrouw. Ik heb met mijn man Stichting Jaag Job opgericht voor kinderen die afhankelijk zijn van een voedselbank. Dat ze in ieder geval op die ene dag in het jaar dat ze jarig zijn wel een mooie dag hebben. En de mensen die wij helpen, die liepen zo ongelooflijk tegen die overheid op. En als je tegen de overheid oploopt, dan loop je eigenlijk tegen de politiek op. En toen dacht ik, wie regelt dat allemaal? Nou, in eerste instantie was dat bij ons in Rotterdam, de gemeenteraad. En toen is dat de Tweede Kamer geworden. Dus dat wil ik wel even eerst gezegd hebben. En ik denk bijna ook wel dat mijn collega's daar hetzelfde over denken. Ik denk niet, en zeker niet, we werden net al aangekondigd als de progressieve partijen, dat het de progressieve partijen zijn die ergens bang voor zijn. Ik denk waar ik vooral bang voor ben, is dat wij allemaal niet meer vertrouwen dat we met meer zijn. Dat de mensen die die verandering willen, die echt voor die bestaanszekerheid willen gaan en het niet alleen maar zien als een modewoord, niet meer zien dat we met meer zijn om die verandering in te zetten. En met die verkiezingen voor de deur heb ik wel het idee dat we de goede weg op gaan. Ik heb het gezegd als vaker, de verandering is een beetje voelbaar. Ook bij de gevestigde orde en ook bij gevestigde partijen zoals ik. De verandering die wij nu al doormaken met een progressieve rug naar links ben ik ongelooflijk blij mee. En ook blij dat ik daar onderdeel van ben. Dus we zijn nergens bang voor. Het is alleen wel zo, basisinkomen, ik vind in ieder geval dat we allemaal hier al een schouderklopje moeten geven dat we over idealen praten op deze zaterdag. Wij zijn al die mensen die onderdeel zijn van die verandering. Ik vind alleen wel dat het niet een doel op zich moet zijn. Dat het gaat over die bestaanszekerheid in Nederland als doel op zich. En dat we dat gewoon met elkaar verloren zijn. En dat daarom ook mensen dat vertrouwen zijn verloren. Dus het is niet dat ik bang ben voor het invoeren van een basisinkomen. Ik ben gewoon heel erg bang dat we niet gaan vlot trekken, die bestaanszekerheid. En dat is waar ik heel graag het gesprek over aanga vandaag. Ik ben Emiel Althuis en ik vervang dus Hulja Kat met excuses. Haar excuses moet ik ook overbrengen. Wat ernstige familieomstandigheden verhinderen haar om nu aanwezig te zijn. Dus op het laatste moment heb ik het, dan doe ik dat. Ik weet wat er gaande is in onze partij D66. Ik heb van de week nog gesproken met Alexander Hammelburg. Dat is degene die het basisinkomen in onze fractie probeert voor elkaar te krijgen. En die werkt samen met Hulja Kat en Steven van Weijenberg, die jullie waarschijnlijk wel kennen. Die met z'n drieën zijn ervoor verantwoordelijk. Ik heb regelmatig contact met hun, want ik ben de oprichter van Deel de Welvaart. Deel de Welvaart is een initiatief vanuit D66, maar het wordt steeds breder. Bestaanszekerheid staat bovenaan en dat is niet omdat dat nou een hele populaire trend is. Nee, dat staat er al. Dit is al jaren oud, deze banner. Dus mijn persoonlijke, en ik zal later vertellen hoe het binnen D66 op dit moment ruilt en zeilt wat betreft het basisinkomen. Mijn persoonlijke ambitie is inderdaad om het voor elkaar te krijgen. Want ik vind het, en ik hoef jullie niet te overtuigen, voor mij zijn jullie het allemaal. Basisinkomen is essentieel en ook onvermijdelijk. En
Nog één opmerking ten aanzien van degene die hiervoor zei over oudere mensen, de vergrijzing. Nou, ik ben een oude man. Maar, en dat is voor mij een extra stimulans, juist. Want niet voor mijzelf, ik heb er niks meer aan. Dat gaat inderdaad 10 jaar duren als we blij mogen zijn. Nee, maar voor mijn kinderen en voor mijn kleinkinderen. Voor de volgende generaties. Daarvoor moeten we het doen. En dan niet alleen het basisinkomen, maar ook zaken als het milieu en nog een aantal zaken. Dat staat voorop. Dus wat dat betreft moet je misschien ook appelleren aan wat oudere mensen graag willen. Namelijk er zijn voor hun kinderen en kleinkinderen voor de volgende generaties. Inderdaad, dat is mooi gezegd. Dus dan mogen we best even pauzeren. Goedemiddag allemaal. Mijn naam is Marie Koekoek. Ik ben Tweede Kamerlid namens Volt. 2,5 jaar. Volt bestaat überhaupt ook niet zo heel lang. Dus je kunt mij nog geen beroepspoliticus noemen, denk ik. Ik ben, voordat ik de Kamer inkwam, ben ik net advocaat in opleiding geweest. Heel kort, want ik dacht, nou, ik ga dat doen. Dat wordt mijn leven. En toen kwam Volt er ineens tussendoor. En daarvoor jurist, gevestigd in internationaal handelsrecht. En wat veel belangrijker is, wat u ook van mij moet weten, ik woon in Utrecht. 3 jonge kinderen, de jongste is net 5 maanden. En ik woon in Utrecht, heel prettig. Ik kom hier uit Amsterdam. Dan kent u mij een beetje, want Volt is onbekend, ik ben onbekend. Wat ik wil meegeven over het basisinkomen, waar we vandaag hier over staan, is dat ik het niet alleen een goed idee vind, maar ik denk dat je ook al concrete, praktische stappen kan nemen. Wij hebben onlangs ons verkiezingsprogramma gepresenteerd, conceptprogramma. Volgende week zaterdag is het congres daarover. En wij hebben opgenomen dat je, als je nu alle toeslagen afschaft, dat is ons doel, dan kan je dat opvullen, dat gat wat dan ontstaat, met een basistoelage. En dat is een opmaat wat ons betreft naar een basisinkomen. Dus wij willen nu alvast concrete stappen nemen. Waarom? De Belastingdienst, dat weten we allemaal, heeft wel eens problemen om dingen voor elkaar te krijgen. Zijn ze zelf ook open over. Hebben zelf gezegd, vanaf 2027 kunnen we weer iets nieuws doen. Dus wij zeggen, dan moet je als politiek dus nu gaan plannen. Nu een concreet stappenplan uit gaan zetten. En dan kan je in 2027 aan de slag. En daarnaast, waar het ook even over ging, van hoe betrekken we nou jonge mensen? Hoe houden we de bestaanszekerheid voor de toekomst ook goed? Naast het basisinkomen zeggen we ook, trek de leeftijd voor het stemmen naar 16... organiseer een permanent burgerberaad van waaruit altijd vanuit onderop in de samenleving vraagstukken kunnen worden besproken. Die een burgerberaad dan ook zelf trouwens inbrengt. En stem een generatietoets in, zodat je altijd weet op het moment dat je beleid voert, hoe dat voor 10 jaar, over 20 jaar, voor een impact gaat hebben. En voor mij is dat heel belangrijk, want ik heb dus 3 kleine kinderen. Dus voor mij zijn zij mijn generatietoets. En ik probeer wel altijd stappen te nemen met hun in het hoofd. En trouwens met mezelf ook, want ik wil over 10 jaar ook nog fijn leven. Het is misschien niet helemaal antwoord op de vraag, omdat de vraag was, waar ben je bang voor? Maar ik dacht, ik introduceer hem even zo, want dan geef ik hopelijk tussen de regels door dat wij er dus niet bang voor zijn, maar het al concreet in ons verkiezingsprogramma hebben opgenomen. Oké, dus als ik het goed begrijp, is er eigenlijk binnen de gevestigde partijen zijn er eigenlijk bewegingen die heel graag een basisinkomen willen hebben, maar een beetje aanlopen tegen de besluitvorming op wat hoger niveau binnen de partij. Dat vertrouwen wat ontbreekt in politici, ik vind het wel een dingetje. Het gaat niet alleen om een gevoel. Hè. Er zijn ook best wel wat schandalen geweest. Hè. Het telefoontje van Rutte werd al een keer genoemd. 28 miljard voor 120 maatregelen om 0,00036 graden opwarming van de aarde te voorkomen. Dat spreekt ook wel tot de verbeelding. Hè. Misschien moeten we die 28 miljard gewoon aan de mensen geven. Bij Europa is het, waar Volt natuurlijk vol voor gaat. Europa, mensen zijn echt bang dat er een basisinkomen dadelijk ingevoerd gaat worden met programmeerbaar geld. Hè. Dus ze zijn bang voor het centrale aspect, zeg maar, rondom basisinkomen. Kunnen jullie specifiek aangeven binnen jullie partij waar de muur zit om een echt voorwaardelijk basisinkomen te willen invoeren? Nee, de muur waar je maar niet doorheen komt. Nou, zoals ik net al zei in de introductie, ik zie het niet als een muur. Ik wil alleen ook eerlijk zijn, ik ben een idealist, maar ook een realist. En ik zie niet het basisinkomen als een toverstaf
waarmee we het probleem van de bestaansonzekerheid gaan oplossen. En dat is vooral de muur waar je tegen oploopt. Dus bijvoorbeeld met de discussie over de kinderopvang. Ik maak me daar ongelooflijk veel zorgen over. Als je nu al ziet hoeveel mensen die juist al ongewild thuis zitten, omdat ze het gewoon moeilijk hebben, die kinderopvang veel te grote drempel is. Daar ook niet aan kansengelijkheid gedaan wordt. Dat zou nou echt de toverstaf zijn voor meer bestaanszekerheid. Als je de toeslagen gaat afschaffen en je krijgt daarvoor een soort toelagen, dan is niet het probleem van de toegang tot de kinderopvang opgelost. We hebben echt nog een groter probleem in Nederland en dat is gewoon dat de publieke zaak kapot is. Dat is het grote probleem. En dat de publieke zaak kapot is, die maak je niet in één keer weer heel met dat basisinkomen. En nogmaals, ik vind het heel goed dat we daarover spreken en alle idealen die daaronder liggen, want daarmee streef je wel gewoon dat ideaal van die betere wereld na. Maar je moet in die politiek ook echt dingen voor elkaar krijgen. En niet alleen een symbool pakken, dat invoeren en denken dat het is opgelost. We moeten eerst keihard die publieke zaken repareren. Zorgen dat iedereen goede zorg kan krijgen. Zorgen dat het onderwijs weer op orde is. Zorgen dat al die mensen die nu elke dag aan het... Nee. Even wachten, we laten even de sprekers eerst uitspreken, en, daarna komen we erbij. Dus nogmaals, ik ben niet tegen dat basisinkomen. Ik vind alleen dat we ervoor moeten waken dat de grote muur is dat de publieke zaak gewoon kapot is gemaakt de afgelopen jaren. En dat we echt nog iets anders ook te voltrekken hebben. En als we een basisinkomen invoeren, dan is het niet dat we die publieke zaak hebben gerepareerd. En daar maak ik me gewoon ongelooflijk veel zorgen over. Dankjewel. Emiel? Laten we eerst echt even alle sprekers een zegje doen. Wat mij eigenlijk een aantal jaren geleden al is opgevallen, dat las ik de krant en dan kwam ik iedere dag een probleem tegen. En altijd dacht ik dan, hadden we maar een basisinkomen. Het is namelijk, het lost denk ik wel ongelooflijk veel op. Natuurlijk blijft er wat over, maar het lost heel veel problemen op. Dus dat is in feite ook wat steeds meer binnen onze partij de visie is. Het zijn ook met name de Jong Democraten geweest, overigens, die 2 jaar geleden hebben gezorgd dat het basisinkomen en als eerste van de grote partijen die dat echt in het verkiezingsprogramma opnam. Het staat er dus op dit moment in. De verwoording vind ik hoogst ongelukkig. Er staat namelijk negatieve inkomstenbelasting ter hoogte van het bestaansminimum. Nou, dat is in feite een belastingtechnische uitwerking van het basisinkomen. Wij gaan nu, het conceptprogramma is er nog niet, dat komt volgende week. Daarna zullen we amendementen indienen en daarin zullen we zeggen, gebruik nou alsjeblieft de term basisinkomen. Dat is veel begrijpelijker en we moeten echt heel transparant zijn. Dus ik hoop nu, samen met de Jonge Democraten, voorstellen, hoop ik dat inderdaad voor elkaar komt. Maar het staat er nu dus gewoon in. En er staat, het is ook uitgewerkt, zelfs er is ook nog een plan uitgewerkt. Want de grote discussie is nu, oké, we willen dat, maar hoe krijgen we het voor elkaar? En de grote discussie is Big Bang. Nou, daar schrik iedereen van terug. We hebben het over een omkatten van 250 miljard. Dat is waanzinnig veel, nooit gedaan. En dat heeft allerlei risico's. En er zijn mensen die hebben al een heel traject van onderzoek en testpilots ontworpen om dat inderdaad voor elkaar te krijgen. Maar hier schrikt men in Den Haag wel van terug. Is wat voor te zeggen. Maar een andere optie is, en dat is waar jullie ook op aansturen, is gewoon een eerste stap nemen. Toeslag voor toeslag. Alleen het grote nadeel daarvan is, bij iedere afschaffing van iedere toeslag krijg je allerlei groeperingen die daardoor benadeeld worden. En dat moet dan weer gerepareerd. Dus het wordt heel ingewikkeld. En er zijn ook mensen die zeggen, weet je, als je de ergste toeslagen weg hebt, dan laat men de rest er maar bij zitten. Dus het is ook een risico. Dus deze discussie die hebben we steeds van, hoe komen we daar in vredesnaam? Als je alleen al ziet dat de kinderopvangtoeslag zou worden afgeschaft, nou, het is nou vooruitgeschoven naar 2027. We hebben het over maar één toeslag en niet eens de meest ingewikkelde. Het is super, super ingewikkeld. Dus wat ik ook nu opgenomen wil hebben in ons verkiezingsprogramma, dat zal dus ook weer zo'n abonnement zijn, dat we de komende 4 jaar besteden om een strategisch lange termijn plan te maken hoe we daar gaan komen. Dat moet erin staan, want anders dan gaan we het niet redden. En het is nu eenmaal zo dat heel veel politici die reageren heel erg ad hoc op problemen. En dat is het niet. Hier moet je een visie voor hebben, een lange termijn visie.
En daarom, ja, daar werken we op dit moment aan. Dus dat is eigenlijk de stand van zaken. Het is wel zo, de Tweede Kamerfractie, ik heb het woensdag nog aan Alexander Hammelburg gevraagd. En die zegt van, hoe is sentimenten nou? Hij zegt, nou, iedereen die zich daarmee bezighoudt, die is er wel van overtuigd dat moet komen. Hij zegt, ik weet niet van degene die het woord voor de buitenland zijn, weet ik niet precies. Maar hij zegt dat het wel zo is. Nou, als we dan vanuit de leden ook nog die druk uitoefenen, dan komt het voor elkaar. En dan samen met de partijen die hier staan, nou, laten we hopen dat het... En overigens is ook bij de VVD is het aan het kantelen, want ook daar zijn voorstanders. Daar hebben we ook contact mee, want die heb je op dit moment ook nog steeds nodig. Ja, dus dan voorzie ik goede coalitievorming. Want ja, wij hebben dus nu al in ons verkiezingsprogramma staan. En ik denk ook, de vraag is eigenlijk, waar loop je binnen je partij tegenaan? Nou ja, persoonlijk nergens tegenaan, het staat al in ons boekje. Waar je tegenaan loopt, en volgens mij hoor ik dat ook hier terug, is dat het heel ingewikkeld is. En dat is het, dat kunnen we niet ontkennen. En als belastingdienst zegt, ja, we kunnen het niet, dan ben ik ook wel geneigd om ernaar te luisteren. Want dat is nogal een cruciaal onderdeel van naar basisinkomen gaan. Dat betekent niet dat je moet stoppen met plannen. Daarom hebben wij ook gezegd, nou, begin nu met plannen. Dit is onze stappenplan en laten we daar meerderheid voor krijgen. Maar het betekent wel dat je ook niet kan zeggen, ja, jammer dan dat het ingewikkeld is, we doen het maar. Dus het zit meer in de uitvoering. En daar moet je volgens mij realistisch en menselijk mee omgaan. Want je kunt niemand dwingen iets te gaan doen waarvan ze zelf zeggen, ja, maar het lukt of niet. Want dan garandeer je problemen. Op het moment dat je toeslag zou afschaffen inderdaad, maar er geen fatsoenlijk basisinkomen tegenover stelt, dan vallen mensen in een gat. En dan ben ik het ook wel eens met Barbara, want de problemen zijn dan niet opgelost. Ik bedoel, mijn kind kan ook niet naar de kinderopvang en dat heeft niks te maken met beschikbaar geld. Dus bestaanszekerheid, hè, dat is het thema van vandaag, is inderdaad niet gedekt met een basisinkomen. Maar ik denk wel dat we een heel eind komen en dat we misschien ook wel weer de vrijheid daarmee krijgen om wel echt te denken aan de oplossingen voor andere zaken die bestaanszekerheid nodig hebben. Want nu zitten we ook wel een beetje in een fuik. Alles is een crisis, alles moet nu opgelost. Dat maakt het ook heel erg moeilijk om echt visionair vooruit te plannen, te denken. Dus als we daar nu kleine stapjes in kunnen zetten, zijn we al een heel eind. Er zijn vast wel vragen uit de zaal. Oh, halleluja. Nou, dames eerst. Hey, twee vragen tegelijk en vooral aan wie je de vraag stelt. Ja. Nou, naar aanleiding van mevrouw Koekoek wou ik opmerken dat het toch wel heel fatalistisch is om te denken van hey, de Belastingdienst kan dat niet. Ja, dat zal zeker dat ze dat niet kunnen. Maar dan ben je toch denk ik als regering verantwoordelijker voor dat jij zorgt dat de Belastingdienst de middelen krijgt en de mensen krijgt om het wel te kunnen doen, want het is niet de eerste keer dat er dingen bij de Belastingdienst helemaal mislopen. En dat moeten we voorkomen, denk ik. Dat is punt 1. Punt 2, denk ik ingaande op mevrouw Halman? Ja, Kalman. Barbara, hè? Ja. Nou, ik denk dat het basisinkomen invoeren een hele goede start is voor verbetering van de verdere bestaanszekerheid. En dat is ons ook al vanochtend toch door meerdere mensen of vanmiddag, begin van de middag, verteld. En niet zomaar ook op basis van onderzoek. Dat het hebben van een basisinkomen al zoveel psychische rust geeft en zoveel meer zelfvertrouwen, dat ook in ieder geval de mensen wat strijdbaarder maakt en om die andere dingen goed te krijgen. En daar zijn wij ook verantwoordelijk voor. Vandaar dat de Piratenpartij naast basisinkomen ook heel veel andere punten in het programma heeft staan. Nog meer dames? Daar, ja. Mevrouw Koekoek, Simgeraan. U zegt dat de publieke diensten op orde moeten worden gebracht, zoals het onderwijs en de zorg. Als mensen een basisinkomen hebben, kunnen ze heel veel zelf gaan doen. En daar kunnen ze ook direct hun eigen vraag mee in hun eigen vraag voorzien. Dus zo'n basisinkomen is ook een manier om die publieke diensten op orde te brengen. Dat doen mensen dan zelf. En ik zie in Amsterdam, ik ben heel erg van de grassroots hier in Amsterdam, iedereen rondlopen met plannen. En die lopen allemaal tegen dat systeemfalen aan. En
als ze eens de ruimte krijgen om het met elkaar te doen, dan wordt het niet heel erg standaard en het wordt ook niet heel erg geleid door verdienmodellen. En het wordt ook heel gevarieerd, want wij hebben namelijk 191 nationaliteiten in deze stad. Dus het wordt ook in Turks, Marokkaans en al die talen en zo. Het wordt best chaotisch. Maar dan heb je civiele diensten en daar, ik denk dat we daar aan toe zijn. Een volgende stap. Dus niet meer die publieke diensten, maar geef mensen de ruimte om met elkaar oplossingen te bedenken. Op kleine schaal. Ja, daar wil ik wel op reageren. Ik ben een sociaaldemocraat in hart en nieren. Want ik geloof dat als er meer sociaaldemocratie in de wereld is, dat de wereld er dan een stuk mooier uitziet. En die sociaaldemocratie die gaat over collectiviteit en over solidariteit. En daarom is het ook zo belangrijk dat je juist een overheid hebt die in de basis de boel op orde heeft. En dat gaat over gewoon taken waar iedereen recht op heeft. Dat overheidstaken eigenlijk weer een recht wordt van mensen om dat te genieten. Goed onderwijs, goede zorg. En daar heb je een bepaalde vorm van collectiviteit voor nodig. Ik ben zelf wethouder geweest in Rotterdam. Ik ben zelf sociaal ondernemer geweest in Rotterdam. Ik begrijp precies waar die mensen tegenaan lopen. Ik heb daar zelf ook tegenaan gelopen. En die mensen die zelf kunnen en willen, die moeten veel meer ruimte krijgen om dat te doen. Ook in de buurt, ook in de wijk. Maar dan nog, die optelsom zal er nooit voor zorgen dat iedereen die voor het ijs zakt ook echt weer op het droge gebracht worden. Want er zijn gewoon heel veel mensen voor wie de maatschappij ongelooflijk ingewikkeld is. Ik zeg het zelf ook altijd eerlijk, de digitale wereld is voor mij ook heel erg ingewikkeld. Dus dat is toch iets waar wij dan misschien tegenover elkaar staan. Ik geloof in die publieke zaak en ik geloof in die collectiviteit en ik geloof dat dat maakt dat we ook solidair met elkaar blijven. En dat juist een sterke overheid, niet per se een grote overheid, maar een sterke overheid, juist die mensen die voor elkaar willen zorgen en dat willen doen, dat dat ook een overheid is die dat kan faciliteren. En maar, dat is gewoon echt waar ik voor sta. Maar mag ik heel eventjes dan chargeren? Ja. Geloof jij er dan in dat de overheid het beter weet dan de mensen zelf? Helemaal niet. Ik heb volgens mij net aangegeven dat ik de politiek in ben gegaan omdat ik zelf zo'n burger was die de boel niet meer vertrouwde en vooral vond dat het ongelooflijk slecht geregeld was. Maar ik vind wel dat we met elkaar weer moeten gaan geloven dat ook ambtenaren mensen zijn. Ik zie heel veel jonge mensen die ambtenaar worden en bij die overheid willen werken en juist niet voor die commerciële baan kiezen omdat ze een beter Nederland willen. Maar we zitten allemaal vast in een systeem wat niet meer functioneert. En volgens mij zijn we het daar allemaal hier over eens. Het is het systeem wat om moet, wat niet meer klopt. En daarom functioneert die overheid op dit moment zo slecht. Nog een... wie wil er nog reageren? Nou, ik reageer nog wel even op de belastingdienst. Misschien ook wel aan bij wat Barbara net zei. Kijk, wij hebben natuurlijk, en met wij bedoel ik de politieke kant, vaak genoeg ideeën en leggen dat voor aan een bewindspersoon. Een bewindspersoon zegt dan, ja, kan wel, kan niet. En dat stemt hij af, terecht, met de mensen die het moeten uitvoeren. Nou, een van die zaken die dat moeten uitvoeren is de Belastingdienst. Dus als die het signaal afgeeft, politiek, doe even rustig aan, enorme systeemverandering kunnen wij nu niet dragen, dan moet je daar naar luisteren. Zij hebben ook gezegd, vanaf 2027 kan het weer wel. Dus vandaar dat wij hebben gezegd, doe het dan in stappen. Wij stellen nu een voorstel voor, daar heb je 3 jaar om het te ontwikkelen. Kan je binnen deze regeerperiode nog aan de gang. Maar ik denk niet dat je heel veel verder komt. En ook het vertrouwen in de politiek zal niet heel veel groeien. Op het moment dat je ideeën voorstelt, die vervolgens politiek misschien een draagvlak hebben, een meerderheid hebben, bij de uitvoering landen. En de uitvoering zegt, ja, ik help, ik kan hier niks mee. Dus in al onze dromen en idealen moeten we daar ook rekening mee houden. De mensen die het moeten uitvoeren zijn ook mensen. Emiel, nog even kort. Even wachten, Erik. De kwestie van het vertrouwen in de overheid is echt ongelooflijk belangrijk. Ik denk inderdaad dat weet men in Den Haag ook. Er is ongelooflijk veel misgegaan om allerlei verschillende redenen. Ik denk inderdaad dat het opkomst van het neoliberalisme eind jaren 90 de belangrijkste oorzaak is. En ik denk ook wel dat we ons vrij massaal daarvan aan het afkeren zijn. Alleen, we hebben nog wat nasleep. En die nasleep is ongelooflijk lastig om op te lossen. En daar moeten we echt ons op richten. We moeten echt inderdaad een omwenteling maken. Nou, ik denk dat die ook gaat komen. Hè. Ik heb zelf alle vertrouwen in onze nieuwe politieke leiding van dit moment.
Want het is echt anders dan 10 jaar geleden. Ik beschouw ons als D66 ook mede verantwoordelijk hiervoor. Hè. We hebben ook allerlei wetten als de participatiemaatschappij hebben wij ondersteund destijds. We dachten dat dat toen nodig en een goede oplossing was. Nou, dat was het niet. En nu moeten we daar weer van afzien te komen. En ik denk dat het basisinkomen echt een essentieel onderdeel is van die nieuwe richting die we opgaan. Dus dat is waar we ons hard voor willen maken. Nou zeg ik het heel expliciet. Hè. Ik heb niet de verantwoordelijkheid die jullie hebben. Maar ik voel wel en ik merk ook wel en ik vraag het ook wel aan onze Kamerleden van hoe kijken jullie daar nou tegenaan? En dit wordt wel gedeeld. Alleen het is lastig, lastig, lastig. En met name één punt nog. We hebben 3 jaar geleden hebben wij op ons initiatief hebben we door het CPB het laten doorrekenen, het basisinkomen. Dat was het Nibud verhaal destijds. En die kwamen tot een daling van de werkgelegenheid van 8,5% op dat moment. Nou, dat was meteen de reden voor alle politici die zeggen, wow, dan kunnen we het niet doen. Dat is veel te ingrijpend. Nou, daarna zijn we in gesprek gegaan en nu voeren we nog steeds dat gesprek met het CPB. Die uitgangspunten van jullie, kloppen die allemaal wel? Nou, ook het CPB heeft tegen mij persoonlijk ook gezegd van ja, eigenlijk kunnen we het ook niet uitrekenen. We zouden echt expliciet een onderzoek naar het basisinkomen willen doen. Ik denk dat we dan wel met veel betere uitkomsten komen. Nou, dus, maar dit zijn de stroeven en de lastige hobbels die we moeten overwinnen. Nou, dat hoop ik dan inderdaad met jullie samen ook, dat we dat inderdaad kunnen gaan doen. Ja, dat stroeven en dat lastige, dat zijn de mensen echt beu. Hè? We hebben echt haast. Hoeveel vragen kunnen we nog? Nou, ik zou zeggen nog 6 vragen en dan gaan we naar de borrel toe. 2 aan 2. Steven van Weijenberg zat aan de onderhandelingstafel. 2 jaar geleden met de ChristenUnie wouden allebei 300-400 euro geven. Toen zei de Belastingdienst, komen jullie in 2032 maar terug. Dus ze beginnen al vooruitgang te boeken. Maar ik zou zeggen, de Sociale Verzekeringsbank, die geeft AOW uit. Die hebben maar 3000 mensen en dat doen ze perfect. 2 vragen. Ja, dankjewel. Kijk, dat de publieke zaak hè, in Nederland ook teloor is gegaan, dat is een feit. Hè. Ik las vanochtend weer een staatje dat we ondanks dat, zijn we toch het gelukkigste land ter wereld. Ja, ik vind het heel raar. Josse de Voogd heeft ons vanmiddag uitgelegd dat de helft van Nederland is hartstikke ontevreden. Er is onvrede, er is wantrouwen, et cetera. Ik daag de politiek uit hè? En ik beken geen kleur daarin, maar kijk ook eens naar het systeem. Hè? Ons systeem is zo ingewikkeld met zorgtoeslag, met kinderopvangtoeslag, met huurtoeslag, met arbeidskorting, met algemene heffingskorting, met toeslagen. Ja, ik moet mijn stem enigszins verheffen bij dat woord. En als je dan kijkt hoe eerlijk zeg maar, de boel in Nederland is verdeeld, en dan zie je gewoon dat het niet klopt. En de onderkant betaalt gewoon veel en heeft niks. En de bovenkant, en door dit systeem met al die ingewikkelde elementen erin, betaalt de bovenkant eigenlijk gewoon structureel te weinig belasting. Dus ik daag jullie uit om naar dat systeem te kijken en om niet zeg maar te volharden in het koesteren of het bijstellen hè, van het bestaande systeem, om gewoon echt een keer een slag te maken naar iets nieuws. Hallo, dank u. De schuld wordt even heel makkelijk bij de neoliberalen neergelegd. En de sociaaldemocratie, en ik heb die neiging ook, heeft de neiging om alleen de mensen die het nodig hebben te helpen. Als je dat macro doet, ontstaat dus de armoedeval. Dat je een marginale belasting hebt van 90%, dat is nauwelijks nog een stimulans om te gaan werken. En dat komt door de sociaal-democratische neiging. Ik geef het toe, ik heb hem ook. Maar dat moet je dus macro gewoon echt niet doen. En dat hebben we de afgelopen 120 jaar, ook de PvdA, ook GroenLinks, ook de SDAP, gewoon wel gedaan. Je helpt alleen dat kindje wat niet op schoolreis kan. Dat... Vraag is duidelijk. Het panel. Nou, ik ben het daar niet mee eens. Ik ben het wel mee eens dat we die neiging veel te veel hebben om alleen maar de mensen te helpen die het nodig hebben. En dat daarmee ook vaak je draagvlak ondermijnt van regelingen. Ik ben alleen juist helemaal niet eens dat het de sociaaldemocratie is die dat doet. Want volgens mij zit dat in onze genen.
dat je, een voorbeeld van deze week, een heel mooi rapport van de commissie Sociaal Minimum. Van één ding kreeg ik alleen buikpijn. Het voorstel was, ontkoppel de AOW. Dus laat het minimumloon stijgen, maar ontkoppel de AOW. Want als we naar de koopkrachtplaatjes kijken, nou, valt het eigenlijk wel mee met die AOW'ers. Die hebben het helemaal niet zo zwaar. Daar krijg ik buikpijn van. Goed rapport, maar daar krijg ik buikpijn van. Want het moet geen armoederegeling worden. Het moet een regeling worden waar iedereen voor staat. Waar het draagvlak niet voor ondermijnd wordt in heel Nederland. En dat is ongelooflijk belangrijk. Dus het is goed dat u die opmerking maakt. Dat we ervoor moeten waken. Ja, maar het is goed dat u die opmerking maakt, want het is inderdaad waar. Omdat we de afgelopen tijd heel veel generieke maatregelen hebben genomen die ongelooflijk veel geld hebben gekost. Is het nu de neiging dat we dat gaan doen, terwijl het gewoon heel vaak hele slechte regelingen waren. Neem de energietoeslag, een hele ingewikkelde regeling, omdat we het allemaal gericht wilden doen. Totaal mislukt. En niet omdat de uitvoering fout gaat, moeten we verkeerde oplossingen gaan zoeken. Dat ben ik helemaal met u eens. Ja, ik denk inderdaad het ad hoc werken, hè, wat in de politiek gebeurt. En het is helaas door alle omstandigheden, door het alles steeds meer van dag tot dag gaat. Dus de social media die eroverheen komen, dat heeft tot raar paniekgedrag ook geleid. Hè, en tot inderdaad oplossingen die gewoon structureel uiteindelijk niet goed werken. En daar moeten we vanaf. Maar ook dat inzicht is er volgens mij nu wel ook in Den Haag. Hoor. Dus ik denk dat we wel op de goede weg zijn wat dat betreft. En inderdaad, de nieuwe toeslagen, want het is wel weer heel jammer dat we nu in de laatste jaren hebben toeslagen weer verhoogd, terwijl we er vanaf willen. Het staat in het regeerakkoord dat we er vanaf willen. En wat gebeurt er? Ja, noodgedwongen, een aantal toeslagen worden weer verhoogd. Stel dat het basisinkomen er was geweest, niks, energietoeslag, je verhoogt gewoon het basisinkomen iets. En hoe doe je dat? Dan zeggen mensen, ja, maar de rijken krijgen het ook. Ja, prima, je gaat gelijktijdig verhoog je de inkomstenbelasting en de vermogensbelasting voor de rijken, die daardoor per saldo het weer teruggeven. Dat staat ook in ons plan. Je geeft het aan iedereen en je roomt het weer af bij degenen die het niet nodig hebben. En zo staat het overigens ook in ons huidige verkiezingsprogramma. Hè? Je geeft aan iedereen, maar je haalt het weer weg bij degenen die het niet nodig hebben. Even grof weggenomen. Dat is de methodiek, denk ik. Ja, Erik. Ja, Marieke nog, dan mag je. Ja, dank. Nou ja, ik wil even reageren, omdat wat u aangaf, daar ben ik het heel erg mee eens. Daar hebben wij eigenlijk nu ook de voorstellen voor gedaan. Het zijn eigenlijk voorstellen die voorstellen op de wereld van wie weet dat die er gaat komen. Je weet dat je waarschijnlijk minder gaat werken richting die vierdaagse werkweek, richting een basisinkomen. En je wil dat daar zoveel mogelijk mensen ook gewoon komen in die toekomst op een goede manier. Dus gaf inderdaad die toeslag af, maak het veel simpeler, maar belast ook meer de vermogens. Wij hebben ook voorgesteld, belast het op een Europees niveau, zodat bedrijven ook geen belastingontwijking meer, dat ze daar niet meer mee wegkomen. En ik denk dat waar je nu tegenaan loopt, hè, want daar spreken we ook een beetje over, we zitten hier met een zaal vol visionairen en idealisten, waarom lukt het dan niet? Omdat het heel moeilijk is om je voor te stellen hoe je van hier tot daar komt en je vaak dus gebruik maakt van de middelen die je nu hebt. Dus wij zien nu armoede een crisis, wij zien een oorlog een crisis en dan ga je in plaats van een stapje terug te kunnen doen ook, hè, want je moet kunnen reageren op een crisis. Maar dat betekent dus wel dat je dan de toeslagen gaat verhogen en niet gaat nadenken over oké, hoe wil ik over 10 jaar dat de wereld eruit ziet en hoe ziet die eruit en hoe moet ik ervoor zorgen dat iedereen daar komt. En daar hebben wij nu wel voorstellen voor gedaan, maar ik zie ook dat dat best ingewikkeld is. Maar ik wil er wel nu al aan beginnen, want anders komen we er überhaupt nooit. Erik. Nou, wat ik niet begrijp is wat de drie partijen zeggen, misschien D66 iets duidelijker. Maar waarom je niet, terwijl je dus het roer van staat moet vasthouden en kleine dingetjes weer moet aanpassen omdat er weer iets daar en daar gebeurd is. Wat ik niet begrijp is dat zoiets als het basisinkomen, het universele basisinkomen, in jullie drie partijen gewoon ook bovenaan komt te staan. En wij begrijpen net als partijen voor het basisinkomen, begrijpen we heel goed dat je nu met de nieuwe regering, als je dat basisinkomen wil invoeren, dat je enige tijd nodig hebt om die plannen en die transitie te maken. Bij klimaat is iedereen ermee bezig om die klimaattransitie te maken. Waarom niet dus met het basisinkomen om die bestaanszekerheid te garanderen? Ja, ik moet wel even van mijn hart
Misschien probeert D66 nu zijn verkiezingsprogramma te krijgen. Maar ik denk dat niemand dan D66 anders weet van dat het voor elkaar krijgen straks bij D66 vaak een heel ander verhaal is. Want dat hebben we de afgelopen 6 jaar natuurlijk wel gezien. En daarom heb ik net ook... Ja, we hebben het over de kinderopvang gehad, weet je. Ik bedoel, en daarom vertel ik u ook een eerlijk verhaal. Dat het mij te doen is, en ik zal de banner van D66 bijpakken. En die is inderdaad al veel ouder dan dat het woord bestaanszekerheid een modewoord is geworden. Ik denk dat we allemaal hiervoor staan. En dat die verandering om dit te realiseren, dat die voelbaar is. En dat we kunnen dan maar één ding doen. En dat is dat we samen optrekken om dit voor elkaar te trekken. Maar dat het wel eerlijk is dat we met het basisinkomen niet meteen die bestaanszekerheid voor heel veel Nederlanders hebben gegarandeerd. Dat is gewoon niet zo. Dat is gewoon niet zo, ja. Dat is dus, ja, en nogmaals, ik weet dat ik hier geen fijne boodschap kon brengen, maar ik zou daar wel een heel weekend aan kunnen besteden om met u daarover te praten. Want bestaanszekerheid is iets veel breders dan alleen maar de financiële zekerheid van mensen. Ja, ik weet dat, ja. Het basisinkomen geeft bestaanszekerheid, dat is het verhaal. En de regeltjes waar je allemaal over spreekt, wat in de regering allemaal het best gedaan wordt enzovoort, allemaal heel leuk, kost allemaal energie. Maar als er gewoon een basisinkomen zou zijn, dan kunnen alle inspanningen gericht worden op de noodzakelijke dingen die voor de samenleving nodig zijn. Ik zal u daarvan een praktijkvoorbeeld geven. Als ik woon in Rotterdam-West, dat is eigenlijk een klein stukje Rotterdam-Zuid op de Noordoever. Als ik kijk hoe het daar gesteld is op dit moment met de kinderopvang en de segregatie en de kansenongelijkheid, dan is dat waar ik me heel erg veel zorgen over maak. Als die mensen basisinkomen, is dat vraagstuk niet gefixt. Tuurlijk wel. Mijn eigen vader heeft net 6 maanden ziekenhuisbezoeken gehad. En door een falend zorgsysteem, echt alleen maar door een falend zorgsysteem, was hij er bijna niet meer. Met een basisinkomen hebben we dat niet gefixt. En dat is wat ik u wel eerlijk probeer te vertellen. En nogmaals, de ideologische gedachte en waar wij vandaag over praten is een hele goeie. Maar ik ga hier niet een mooier verhaal vertellen dan hoe de werkelijkheid eruit ziet. Heel even ingrijpen. Iemand met jonge kinderen, van welke afkomst dan ook, die krijgt een basisinkomen en kan kiezen of die zelf voor zijn of haar kinderen zorgt, of die een institutionele kinderopvang inschakelt, of misschien de buurvrouw betaalt om op de kinderen te letten. Een basisinkomen gaat wel degelijk mensen in staat stellen om voor hun kinderen te zorgen. Volgende vraag. Ik wil me aansluiten bij de vorige vragenstellers in feite. Je hebt het steeds over kinderopvang en andere problemen die opgelost moeten worden. Ik denk dat basisinkomen die oplossing gaat bieden gewoon. Wat Hilde net ook aangeeft, het lost het probleem op. We krijgen meer kansgelijkheid, we krijgen bestaanszekerheid. Want je hebt een andere stress valt af, heel veel stress valt af van heel veel mensen. Het is, ik wou daar inderdaad even op inspringen, want het is misschien ook geen verrassing dat als we hier met z'n allen op een vrije zaterdag staan bij de vereniging basisinkomen, dat we dan allemaal vinden dat het basisinkomen de oplossing gaat zijn voor problemen. Nou, ik heb net al toegelicht, ik denk dat je een heel eind komt daarmee inderdaad en ik vind ook dat je daar nu concreet mee moet beginnen. Dat is ook waarom het in ons verkiezingsprogramma staat. Ik denk wel dat je moet oppassen een padstelling te creëren, die ik hier in de zaal misschien nu een beetje voel, kan aan mij liggen. Op het moment dat je stelt, met een basiskomen hebben we alles opgelost. En dat is een beetje, ik hoor het wel. En ik zeg ook, ik erken dat het basisinkomen een enorme goede stap zou zijn. En daarom ben ik er ook voor en ga ik me daar ook actief voor inzetten, mocht ik er in de Tweede Kamer komen. Maar wat ik wel aan nuance mee wil geven, omdat ik dat eigenlijk ook wel de taak van een volksvertegenwoordiger vind, dat je ook meegeeft van, waar is het moeilijk, waar moet je nuance aan brengen.
is dat je alleen met een basisinkomen er nog niet bent. Daarom was ik het zo eens met de meneer hier op de voorste rij, dat je ook echt andere voorstellen moet doen om vermogensgelijkheid af te dwingen, te normeren als overheid, om meer mensen vrij te spelen, om mensen die nu bijvoorbeeld vrijwillig werk doen, mantelzorg doen, om die ook vrij te maken, om daadwerkelijk dat te kunnen doen. En met een basisinkomen denk ik wel dat je daar al bijna bent. Maar ik denk ook dat de overheid nog extra stappen moet nemen. De laatste twee vragen en dan is het tijd voor de borrel. Emiel nog één. Emiel nog één. Even op reageren, want ik ben het wel eens met jou, Marieke. Het is, we hebben dat ook ons afgevraagd. Oké, dan hebben we dat basisinkomen, maar wat blijft er dan nog over aan problemen? Nou, best nogal wat, natuurlijk, uiteraard. Ik bedoel, vrede en veiligheid, om maar eens wat te noemen. Ja, dat is niet opgelost met een basisinkomen. Hè. En ook milieu trouwens, hè. Overigens in stukjes wel. We hebben ons ook afgevraagd, en daarom hebben we dat ook in ons plan er echt bijgezet. Ik bedoel, de mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt, ja, die help je niet met een... je helpt ze wel deels met een basisinkomen, maar er moet wel meer voor gebeuren. Daarom zijn we ook, net als de Partij van de Arbeid, we zijn ook voor basisbanen, voor mensen die afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Dus het lost inderdaad niet alles op, maar het is wel een heel belangrijke stap. Dat ben ik met de Marieke eens. Het is echt, wat mij betreft ook de stap die je moet nemen. En je moet ook naar al die andere dingen kijken. En het is enerzijds jammer, bijvoorbeeld het milieu, hè, dat is helemaal hot. Maar hoe komt dat nou? Dat komt omdat iedereen heeft ermee te maken. Rijk en arm, iedereen. En toch de problemen die opgelost zouden kunnen worden door het basisinkomen, ja, die verdwijnen. En dat is jammer, een beetje naar de achtergrond. En dat is misschien ook een reden dat het niet bovenaan in staat bij de verkiezingsprogramma's, hoor. Maar... Ik durf wel te zeggen, denkend vanuit waar mijn partij nu mee bezig is, dat het sinds de vorige verkiezingen staat het weer vol in de schijnwerpers. En dat zal de komende jaren nog meer toe. Want ook juist omdat het thema bestaanszekerheid, wat niet wij hebben aangekaart, maar Omtzigt, geloof ik. Hè, dat staat bovenaan en dat hebben alle partijen. En daar heb je nou eenmaal een basisinkomen voor nodig. Maar natuurlijk is er meer nodig. Hè, als je bestaanszekerheid heel breed gaat zien en ook als toegang tot de zorg en zo. Ja, dan zijn er nog wel wat maatregelen nodig. Maar die basis, dat inkomen, dat regel je wel met een basisinkomen. En ja, en daar begint het helaas toch wel altijd mee. Laatste twee vragen. Dankjewel dat jullie gekomen zijn. En ik hoorde iedereen hetzelfde zeggen. Ik ben een mens en ik ken ook die problemen. En dat geloof ik ook echt. Ik geloof ook echt dat jullie dat zijn. En dat jullie ook die problemen zelf ook zorgens onderkennen. Maar waar jullie allemaal last van hebben. En hij iets minder omdat hij geen Kamerlid is. Sorry. Ik mag jou echt. Ik vind het heel leuk. Volgens mij ben je eerder piraat in D66. Maar dat hebben we het zo meteen wel over. Je bent Kamerlid en je hebt last van partijdiscipline. Laten we heel eerlijk zijn. Dat is gewoon zo, ja. En het mooie van het Nederlandse stelsel is, op het moment dat je dus Kamerlid wordt in de Tweede Kamer, dan ben je op dat moment volksvertegenwoordiger. Zelfstandig volksvertegenwoordiger. Jouw stem vertegenwoordigt het volk. Dus dan mag je niet meer de partij als eerste leidraad hebben voor de dingen die jij vindt en die jij belangrijk vindt. Dus als jij echt vindt dat het basisinkomen een goed idee is, dan moet je dat ook gewoon zeggen en dat durven. En dat dus ook gewoon doen. We hebben ook nog een ander probleem en dat zit op heel veel vlakken. En dat klopt ook wat jullie zeggen. Het is op sommige plekken zo verschrikkelijk ingewikkeld dat zelfs rechters en bestuursrecht consultants gaan bellen om te vragen wat moet voor een uitslag moet ik hierop geven. Dat is zorgelijk. En dat is alleen bestuursrecht. Belasting is nog veel erger. Niemand begrijpt er eigenlijk meer wat van. En iedereen die hoog zit probeert te doen alsof ze nog een beetje begrijpen wat zit. Om de geloofwaardigheid nog hoog te houden. En dat is een probleem. Want iedereen wil natuurlijk wel gewoon zijn baan houden. Ze hebben allemaal een hypotheek. Ze hebben allemaal een leefstijl. Ze hebben allemaal hun kinderen ergens zitten. En dat is natuurlijk hartstikke eng. Ik snap dat hartstikke goed. En daar is een... basisinkomen ook uitstekend voor van die transitie. Om dingen, die transitie, niet alleen ook in dit, maar ook in klimaat en boeren, en dat is een andere discussie, maar voornamelijk ook de transitie van dingen logischer en simplistischer te maken. Ja, ik wil niet naar het simplistisch verbond gaan, maar hier hadden ze wel ergens gelijk in. Geen gezeik, iedereen rijk, nou ja, dat is dit eigenlijk ook. Hè. Maar ook dingen simpel maken. Het is zo ingewikkeld geworden allemaal. En we hebben ondertussen zo lang geleden. En daar hebben we heel
volgens mij ook jullie ook best wel goed lang naar geluisterd. Nu is het tijd om te denken van oké, hoe kunnen we dit lijntje heel kort maken, heel simpel maken. En ja, ik ben van overtuigd dat je daar toch een piraterij voor nodig hebt. Ja. Nou, ik vind het een mooie opdracht om altijd de piraat in jezelf te blijven zoeken als je volksvertegenwoordiger bent. Want daar heb je helemaal gelijk in. En ik ben hier ook in Amsterdam als Rotterdammer, dus ik denk dat jullie me nog niet zo goed kennen. Maar ik ben niet van de partijdiscipline. Ik ben waar ik voor sta. En waar ik voor sta is dat ik altijd de straat meeneem naar Den Haag. Omdat ik dat ook gewoon de reden is waarom ik de politiek in ben gegaan. Omdat ik dat geluid heel erg heb gemist. Gewoon van mensen en waar zit je mee? Ik denk alleen dat wij tegenover elkaar staan in deze zaal waar iedereen dat basisinkomen heel erg omarmt. Omdat ik ook een beetje voel, en dat voel ik ook aan u, dat het vertrouwen zo ver geschaad is dat het geloof dat we dat ooit weer terug kunnen krijgen. En dat er een sterke overheid kan zijn die ons als collectief kan faciliteren dat heel veel mensen hier dat al hebben opgegeven. Ik heb dat nog niet. Ik geloof erin dat als we een mooi systeem hadden, maar dat we dat ook kapot gemaakt hebben, dat het fijne daarvan is dat je dat ook weer kan repareren. En ik heb echt het idee met heel veel nieuwe politici die nu de Tweede Kamer inkomen van heel veel verschillende politieke partijen, dat ons dat kan gaan lukken. Ik geloof daar echt in, want ik voel ook dat er een andere wind waait, een beetje wars van de partijdisciplines, bij heel veel politieke partijen, gewoon omdat er andere mensen zitten die ook op een andere manier politiek willen bedrijven. En ik geloof er dus in dat we een goede overheid kunnen hebben waar de sterke schouders de zware lasten dragen. Waar we gewoon voor zorgen dat iedereen die werkt een loon heeft waar je van kan leven. En dat als je niet kan werken, niet wil werken of in ieder geval geen baan hebt, dat de overheid er dan voor je is. Ook met een fatsoenlijke toelage waar je kan leven, plus dat bloemetje op tafel. En ik denk dat we daarin... Nee, dat is wat ik u probeer te zeggen. Mijn geloof in het collectief, dat je een overheid nodig hebt die er is voor mensen die dat nodig hebben. En de rest van de samenleving faciliteert, dat is ijzersterk. Dat heeft niks met keuzes te maken. Dat heeft ermee te maken dat als je werkt, dan moet je fatsoenlijk betaald worden. En als wie niet werkt, moet fatsoenlijk door de overheid daarvoor gefaciliteerd worden. Plus een bloemetje op tafel, wat we met elkaar hebben afgesproken. Niet, u komt niet meer om van de geelhonger en we houden het voorzien. En ik denk dat is waar wij voor tegenover elkaar staan. En ik snap uw strijd, maar dit is mijn heilige geloof. De allerlaatste, Robin. Maar ik wil toch wel even tegen die mevrouw van GroenLinks wat zeggen. GroenLinks, PvdA. Kijk, sociaal-democratie, dat ben ik ook helemaal voor hoor. Maar ik denk dat je toch wat meer moet gaan inlezen in wat nou eigenlijk het basisinkomen is. Want je zegt allerlei dingen waar wij het mee eens zijn, maar die gebruik jij om tegen het basisinkomen te zijn. Dat snap ik niet helemaal. Nou, je kan op de website van de Vereniging Basisinkomen, basisinkomen.nl, kan je heel veel informatie vinden. Als je het graag in het Engels leest, dan kan je naar basicincome.org, dat is Basic Income Earth Network, daar kun je wereldwijde ervaringen en visies lezen. Wat ik schokkend vond vandaag is dat Volt eigenlijk zegt, de Belastingdienst is onbekwaam om het basisinkomen in te voeren. Nou, wacht even. Nee, dat vind ik heel raar, want ik heb hier 100 keer gezegd. Ik chargeer graag. Nee, ja, maar dat vind ik niet echt leuk. Gek genoeg. Want ik ben heel genuanceerd hier. En ik geef aan op het moment dat een Belastingdienst aan de noodrem trekt en zegt, dat moet je niet doen, want dan levert het problemen op voor mensen. Vind ik dat ik daar als volksvertegenwoordiger naar moet luisteren. Ik heb niet gezegd de Belastingdienst onbekwaam. Ik heb ook niet gezegd dat komt nooit meer goed. Nee, maar we hebben allemaal de toeslagenschandaal nog vers in het geheugen. De kinderen zijn nog steeds niet terug. De overheid gaat zo langzaam dat dadelijk de kinderen 18 zijn en ja, ze zelf mogen beslissen of ze nog hun ouders kunnen vinden. Het gebrek aan vertrouwen komt niet zomaar uit de lucht vallen. Er zijn zoveel schandalen geweest de afgelopen jaren, dat het gebrek aan vertrouwen komt wel echt ergens vandaan.
En het wordt echt tijd, het wordt echt tijd om het vertrouwen aan de mensen terug te geven. En dat kun je doen aan de hand van een basisinkomen wat hoog genoeg is om aan... Maar, u heeft hier net als gezelschap, hebben wij hier net een gesprek gevoerd. U als zaal, wij hier drie vanaf het podium. En daar hebben wij allen erkend dat de overheid fout heeft gemaakt, dat de politiek laag is, dat we daar iets aan moeten doen. En we hebben aangegeven de visie die we hebben, hoe we daar gaan komen. Het zou heel jammer zijn om het uur dat wij hadden met elkaar samen te vatten met, nou ja, weet je, we komen er niet en de overheid is eigenlijk niet van waarde. Dat zou ik heel jammer vinden als conclusie. Mijn conclusie van dit uur is dat je met visie en met idealisme op een vrije zaterdag een heel eind kan komen, juist ook via die overheid. Nou, laten we hiermee afsluiten en bij de koffie of een, wat gaan we doen, maar Alexander? Naar de borrel. We gaan naar de borrel. Maar vergeet niet de lezingen nog die er om 4 uur verspreid zijn. Ja.